Zo. Dat zien we hier. Een patroontje. Dus dat is het patroontje. Dat is al uitgesneden. Ik ga dat even stellen. Dat zien we hier. Een patroontje. Dat ziet er zo uit. Iets simpel, hè? Simpel. Voor kaartjes in te steken, dat wordt een soort van portefeuille. Kijk. Dat kun je zo van het internet halen. Dan moet je twee keer in hebben, want dat moet aan deze kant ook zijn. Dus aan die kant. Zo, ik heb dat uitgesneden. Voilà. Uit tamelijk mooi leer. Zie. Zo. Ik heb daar voering op gedaan. Dat is voering. Dat is eigenlijk geen voering, maar dat is een stofje. Hè? Dat is een overschot van dat leder. Ik heb dat erop geplakt. Hè? Met spray. Spraylijm. Ik weet niet of ze dat zo doen, maar ik heb dat zo gedaan. En dan wordt de kanten ingelijmd. Van die speciale lijm voor schoenmakers. Dat wordt ingelijmd. Dan moeten we wachten tot dat droog is. En dan plakken we dat daarop. Plak. En dan gaan we zelfs naar de stikmachine. Ja, in mijn stal. Goed. Zie je? Dat is het allemaal. Hè. Ja, dat is het. Hè. Ja. Dus dat is allemaal gesneden. En nu gaan we dat plakken. Goed. Ik ga dat doen met de camera in mijn hand. Dus, het zal niet gemakkelijk zijn om te filmen. Plek. Achterna wordt er nog wat bijgesneden. Zo. Daar zijn we. Dat draaien we om. De volgende plakken we hier. Je gaat zien, daar zitten zo'n beetje lijmresten aan. We kunnen dat eraf doen met een rubber. Met een rubbertje. Ja. Ik heb daar zo'n heel speciaal. Is dat plak vast gezet, hè? Je moet dat doen met proper handen. Ja. Dus dat gaan we onder de stikmachine zetten. Ha. Kijk eens. Zo. En bij deze. Laat mij stikken. Dus, ja, dat is dus. Dat is mijn het stikmachine. En dat is zoiets speciaal. Allee, speciaal is dat niet, maar dat heeft toch wel zijn charmes. Dus, het kan zijn dat er wat broddelen is. Hè? Ik heb daar zo wat dingetje in gestoken. Ah ja, ik moet daar eerst nog terug draad op zetten. Dus ik moet dat er eerst proberen uit te halen, dat het al moeilijk genoeg is. Zo. Oh, dat ging goed, hè. Dus daar moet, ja, dat is het meenemertje dat een draad eigenlijk laat, ja, op de een of andere manier, hoe ga ik dat zeggen, vlechten. Laten we het zo zeggen. Draad. Snitsel. Ik weet niet hoe ik dat daar moet rond doen eigenlijk, hè. Ik doe dat daar rond, nou, van dat ik dat denk. Alles ontdekken, hè. Dan zetten we dat daarop, dat weet ik al. Dan zetten we dat daar zo op. Je duwt dan naar beneden. Voilà. Dat gaat nog niet zo goed. Want. Zo. Hier ook nog rond. Ja. Zo. Zo. Nu moet ik zien in welke richting dat draait. Oké. Zo. Stek ik dat daar tegen. En dat zou dan een beetje moeten meedraaien, maar dat wil ik niet. Hè? Eerst een beetje meedraaien op de voorhand. Oké, daar tegen en daar gaan we. Nu draait dat op dat bobijntje, draait dat een draad op. Hè? Dat gaat hier ook met de pedal, hè? Hier is een pedal aan. Hè? En we doen dat even zo. Ik ga daar draad op zetten, ze. Als het te beleefd. Voor mij is dat genoeg. Ja, want ik heb niet veel meer. Dat is ook weer zoiets. Iets heel eigenaardig. Nog nooit gezien. Maar voor alles is het een eerste keer. Hè. Dus dan moet door dat holken. Er is een holken in. Zo. Trekken we daar een keer aan. Ja, zo. Ik denk dat het tegenovergestelde richting is. Zo. Dan gaat het. Hierdoor,
hieronder door en dan moet het daar nog een keer door een gaatje. Dat is een klein gaatje. Ik heb er een bril bij. Want ondertussen zin ik al niet goed meer. Hé, wat is dat? Dus dat gaat door dat gaatje. Het is een kleintje. Hè. Ah, oh, zin ik. Oh, nog een echte. Hier van boven heb je een gat, daar gaat dat in, gaat dat naar beneden, maar die draad daar zo doorsteken, dat gaat toch niet. Dus, wat gaan we doen? Die komt er hier onderuit, die draad. Ik steek daar zo, ik denk dat toch, ja, daar zo een ijzerken in, met een lusje aan. Want ik heb het al gearrangeerd dat ik dat al had, hè. Dus die draad moet hier door. Dat is nog zo'n oud machine, dat hierin moet een soort van vet gedaan worden, of ik weet niet wat. En die draad die loopt door vet, omdat die draad beter zou schuiven bij het stikken. Maar ik ga dat niet doen, want ik heb dat niet. Dat is een goede alternatief. Hè. Dus, hop, hieraan, we trekken die daar terug door. Ga nu al even goed. Tijd zit er al een beetje vast in. Ah, hier doen ze. Hopla, voilà. Hier heb je een draad. Zo werken, ja. Dus zie je, een naaimachine, een gewoon naaimachine, daar kun je in één richting mee stikken. En deze naaimachine heeft zijn voetje, ik ga het eens kort erbij zetten, heeft zijn voetje, kijk, dat is het voetje. Ik ga het eens naar beneden laten en een keer zo laten gaan. Dat voetje dat loopt voort, hè. Hopla, maar je kunt dat draaien in andere richtingen. Ik dacht juist te zeggen, ik hoop dat het er ook zo gemakkelijk door krijgt als de juist. Hè? Het gezien? Zonder lunetten. Oké. Zet naar beneden. Dan zou dat wel een beetje beter moeten zijn. Oké. Nu voel ik de spanning van de draad. We gaan er twee doen. Dan gaan we dat voetje terug omhoog zetten. En dan ga je naar mij toe. Ik denk dat ik verkeerd bezig ben. Maar... ja, inderdaad. Inderdaad. Nu moet ik alles in de andere richting doen. Geen nood. Nee, kijk goed. Hopla. Goed zo beter. Wat slimmer met de minuut. Oké. Weet je wat ook? Bij een andere machine heb je hier wat dingen voor dat voetje omhoog te zetten. En bij deze machine is dat hier. Dat is toch niet. Dit zijn weer weg. Dat was het niet, hè? Dat was het. Hier deze. Hop, zo. Nu ga ik het met de voet mee doen, hè? Oké. Ook niet zo gemakkelijk. Kijk, dat zijn de stiksels. Ze zijn niet recht, nee, maar aldoende leert men. Ze zijn schoon aangespannen. Ja, zo toe. Ga ik doen. Ik denk dat ik hier een riempje ga rondzetten. Nee, zo. Voordat klikker de klik vast. Kun je kaartjes insteken, hè? Hier, zie je? Ja, daar kaartje in. Kaartje in. Ja, kaartje in. Kaartje. Dat zijn de goede naalden, hè? Ik
had daar een gewone naald in gestoken en die kwam niet diep genoeg. Dus dat is niet dezelfde naald als voor een, gewone naaimachine. Wasmachine. Voor een wasmachine is dat geen goede naald. Het doet alles kapot van binnen. Dus dat zijn speciale naalden die gemaakt zijn voor zo'n type van machines. Dus ik had dat uit elkaar gehaald, om dat even te vertellen. En hierin, ik ga het open doen, ik kan het even laten zien. Heb je een, een blokje. Bij een andere machine is dat recht. Dan draait dat, verticaal. En deze is horizontaal. En als dat naar beneden komt, is de bedoeling, daar zit een grijpertje aan. De bedoeling dat dat grijpertje, dan zie je, dat grijpertje? Dat haakje, dat die een draad meepakt. Zip, hij pakt een draad mee rond en hij knoopt hem eigenlijk met een ander. Ik kan dat hier niet doen, want dan zit ik wel in de knoei. Ik zit nogal in de knoei. Ja, ik zit in de knoei. Zo, ja, oké. Dus dat is allemaal. Oei. Ik heb dat allemaal moeten proberen maken. Zo. Dan heb je het ook een keer gezien. Dus dat was allemaal. Al wat dat hier staat, was allemaal verrust. Dat ook. Dat heb ik allemaal uit elkaar moeten halen. Nee, deze heb ik ook al proper gemaakt. Zo goed mogelijk. Hè. Terug een beetje ingevet. Dus iedereen heeft dat begrepen. Voilà. Echt. Dus. Deze heb ik al gezien. En dan moet je content zijn. Hé, hey, wacht. Alles goed? Hé, hey, Benny. Alles goed? Ja, dus, ja, ze zijn hier ook altijd. Hè. Die mannen die lopen hier rond. Met een kiekje zonder koepen. Maar ze hebben een koepen. Zo. Mensen. Als je dan een interessante film, film vindt. Onderwerp. Laat het weten in de commentaren. Want ik ga doen gelijk de anderen allemaal. En vergeet niet te subscriben. Die goesting hebben. En als het interessant genoeg is. Dan moet je die subscriben. Ja. Goed. Bedankt. En tot ziens. Bij de volgende aangelegenheid.